Bekijk je Dovi-keuken, alsof hij al bij je thuis zou staan. Stilte voor de storm, Benny. De berg is van ons. Dat zal wel zijn. De berg is van ons, de simpelist. Maar dat met die boys is nog iets anders, maar van ons is hem sowieso. Pas op, de licht onder de bouwvrat. Ten andere moet er al op zijn. Kom aan, aan Tieber, dat was de boven, zeg. De boven, Tieber, kom, tot naast die. Is er weg, is bouw. Hier is hij, Tieber, Maas, Koffie-Chapiro. Zo heb ik gedrumd. Vanaf de begon stond er altijd de dak moest winnen. De grote proost was geworden. Maar het seizoen is al goed, hè. Eerstejaars en naar dit parcours eigenlijk al onmiddellijk mee uitpakken. Amai. Waarom maakt hij dat sprongetje? Want ja, dat kost hem zijn val. Ondanks het feit dat hij niet gaat winnen, is dit een kampioenschap dat hij een tijdje met zich mee gaat dragen. Want ik heb hier karakter getoond. Amai. De tweede plaats, Wietsemeester. En dit is Nijs die vooral weerbaarheid getoond heeft en daar prat kan op gaan. Tweede weg, dan zijn we ook uit het gedrum. En dat is het belangrijkste. En nu moet hem zijn eigen ding doen. Wisselt hij naar? Wat gereden. Dat podiumplek, ja, ik had eerst nog niet kunnen worden, maar misschien wel het podium. Ja, dat is een sterke koers. Ja, beter als de eerste, als de tweede en de derde. Hey, maar goed, hè, man. Dat is top, hè? Ja, heel goed. Fischel. Gepakt, wat ik misschien vooraf stiekem had gedroomd. Ja, maar ik sta derde in de wereldbeker, derde in de ICU-ranking, derde op het EK, derde op BK. Ik heb een wereldbekerwedstrijd gewonnen, dus ik denk dat ik zeker tevreden mag zijn. Ik heb zelf altijd toch wel heel relativerend gedaan over mijn eigen prestaties en altijd gedacht van ja, hoe zou dat volgend jaar nog lukken en iedereen is sterk bezig en nu denken van oké, ja, ik heb nu een zoon die zelf koerst en die nu zelf begint te winnen en dan heb ik eigenlijk hetzelfde gevoel van ja, zou dat volgend jaar nog kunnen, dat zou toch wel straf zijn. Op dat vlak ben ik wel heel nuchter en probeer ik gewoon te genieten van het moment. En als dat volgend jaar tegen zit, ja, dan zit dat tegen en dan snap ik dat ook wel. Ik bedoel, dat mag allemaal zo evident niet zijn zoals dat bij de meeste mensen wel het gevoel is. Ja, de toekomst wordt mooi natuurlijk. We zijn de goede kant uit. Maar de weg is nog altijd heel lang. Hè. Er kan nog veel gebeuren. Maar het wordt, ja, bij wijze van spreken, elk weekend
komen we korter en korter bij met wat hij wil bereiken. Dat is wel een schone evolutie. Hij wil gewoon prof worden. Hè. Je moet er niet ontwijfelen. Dat zit in zijn kop en hij wil prof worden. En hij wil ook grote wedstrijden winnen. En ik denk dat het zijn ultieme droom is om ooit wereldkampioen te kunnen worden bij de profs. Ik zeg het, dat is nog lang. Hè. Maar we gaan er alles voor doen en steunen om dat te bereiken. Hè. We zijn vertrokken. Ze zijn goed weggekomen. Ja. Ja. Dat is wel schoon. Ze zijn allemaal weg. Zonder problemen tot nu toe, toch wel naar de Apelzijn toe. Gooi je net die boog? Een kerel, man. He, want daar redt hem dan ineens traag door, dat stukje. Dan kijkt hem achterom. Maar koersen moet het hem niet leren. Ze. Nee. Maar heeft hij dat altijd gehad, of? Hè? Ja. Of heeft hij dat erin geklopt? Nee. Die kijkt naar een koers en die, als hij nu dikwijls na de koers rijdt hij al naar huis. Ja. Maar dan gaat hij naar de koers zien en dan sta ik in de post en dan belt hij van mij. Dan belt hij naar mij om te zeggen wat ik tegen die coureurs moet zeggen. Serieus? Jongen, dat gezien, je moet dat zeggen. Ja, maar die is bezeten door die crossflow. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is het, die bal gooien, hè. Kom aan, laat die bal terug op het wiel, hè. Een echte blijft op 10 meter. De winnaar van de wereldbeker. De vieze wereldkampioen. Is weg. Kom aan, laat die bal. Hop, hè. Ja, dat was geen goed teken. Ja. Het is niet zo'n beste dag, denk ik. Weg zeker, hè. Denk dat het naar weg is. Dan krijg ik straks de boter, hè. En ik had gezegd dat ik gisteren moest concours gaan. Zou je daarop terugkomen, denk je? Zou dat durven? Ja, dat zou wel kunnen. Ja, kijken of Witse Meese die inspanning kan verder zetten. Jij, dus ja. Ik weet niet wat dat bij jullie is, maar ik vind het altijd wel ferm, zodat die Mathieu van der Poel ook zijn eigen mening heeft. Ja. Dat is bij ons ook zo. En dat dan Adrie daar dan staat. Ja. Toen dik is dat hij tegen mij zei, ga, kent er niks van zetten dan tegen mij. Ik ben er wel jaloers op. Maar dat is... Ik moest dat thuis niet proberen. Nee, onze Thibaut is zijn eigen karakter en zijn eigen mening. Hè. Ja. Ik vind dat wel eigenlijk een goede eigenschap. Hè? Ja, zeker. Ja. Je moet zo maar niet kopiëren. Als ze zo de hele dag aan een broek hangen van... Ja. Pa, wat moet ik... Nee, pa dit, pa dat. Jongen. En daarna ook weer op die tempo-versnelling van... Kom aan, Thibaut, karakter, man. Ja, maar check. Ja, we doen zijn om samen de achtervolging in te zetten op... Witse mensen. Allemaal op elkaar, dames en heren. Ik gevoel toch wel dat na een aantal zaken dat het er stilletjes aan begint op te zitten. En dat je ook wat meer vermoeid wordt en dat je wat meer recuperatie nodig hebt na een lange training of een zware cross. Ja, dan kijk ik wel uit naar het einde van het seizoen. Je hebt wat dingen moeten laten in het seizoen dat je nu terug kunt gaan doen. Je kunt al eens wat meer met vrienden gaan afspreken. Dus een keer wat langer opblijven. Dat zijn wel dingen, ik zal niet zeggen dat ik mis, want ik weet waarvoor ik het laat. Maar dat zijn toch wel dingen waar je naar uitkijkt. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Het is de juiste lengte geweest en ik ga nu genieten van mijn rust. Eet hem lief eigenlijk? Wie? Mag ik dus vragen? Wat ik vooral belangrijk vind, is dat ik die heel graag ook motiveer en stimuleer om met zijn kameraden wel eens iets te gaan drinken en wel eens een keer iets te gaan eten en gewoon puber te zijn. Als je straks echt professioneel met je vak moet bezig zijn, dat je dat niet mist. Dat niet hetgene is wat je spijt van hebt, dat je dat niet hebt meegemaakt. Dus ontdek dat en ga dan uiteindelijk de beslissing maken wat is hetgene wat voor mij het belangrijkste is. Het is te lang geleden, jong. Amai. Ben je jaren nog langer precies? Heel lang. We gaan het anders moeten zeuken, ja. Ja, ik vind ook bowlen of zo. Hè? Bowlen of zo. Vogelpik. Liam en Jarno, die mannen ja, die zijn dan al een paar jaar ouder. En die nemen hem vaak op sleeptouw. En dat zijn toffe gasten. En ik ben altijd heel gerust als hij daarmee weg is. Nou, maar niet eens, hè. Ik ben toch kapot. Ik vind dat heel belangrijk dat hij een goede vrienden heeft. Amai. Allee, als het nu met Melanie zo wat minder is gegaan, hè, die een tijd dan... Dan waren die er ook wel allemaal voor hem en dat was wel fijn om te zien. Ze liggen niet naar mijn goesting eigenlijk. Maar mij ook niet. Maar ik zal hem er toch in krijgen. Ben toch voorstander dat het
teugels toch een beetje gevierd worden na het seizoen. En lang genoeg en zeker bij juniors. Want dat is niet alleen fysiek, want fysiek zijn ze redelijk vlug hersteld. Maar het is vooral eigenlijk een mentaal herstel dat ze moeten hebben. Hè. Terug ja, lucht geven in het hoofd om de geest vrij te maken. Om eens volledig weg te zijn van de stress die de trainingen, die de wedstrijden met zich meebrengen. Dus hé, ik spaar mijn krachten voor het laatste. Hè. Voor de laatste bal. Het seizoen dat er nu aankomt, gaat voor mij denk ik heel belangrijk zijn om mezelf te bewijzen. Niet alleen naar de buitenwereld toe, maar ook voor mezelf. Ik wil na dit seizoen gewoon het gevoel hebben dat ik klaar ben om volgend jaar tegen de belofte en tegen de profs te rijden. Nog niet om mee te doen om te winnen, maar ik wil me daar gewoon kunnen bijzetten. En ik denk dat voor mij de essentie is van dit seizoen. Het zou heel mooi zijn als ik een titel kan pakken of een aantal heel grote wedstrijden zou kunnen winnen. Maar in mijn achterhoofd ben ik toch al verder aan het denken. Ik zou gewoon dit seizoen bevestiging willen krijgen dat ik op lange termijn goed bezig ben. Tijdens dit jaar is er natuurlijk een zekere ernst nodig. Hè. De visie van Thibaut is, ik word veldrijder. Dat wil zeggen dat je dat ook nu op deze leeftijd al vrij ernstig moet aanpakken. Nu is het wel echt een verandering die eraan komt. En het motto is altijd step by step. Maar de steps moeten wel genomen worden op een bepaald ogenblik. Hè. Thibaut is momenteel nog altijd maar 16 jaar, moet in november nog 17 worden. Dus ik ben echt benieuwd hoe hij met die druk zal omgaan als oudste van zijn generatie nu. Afgelopen jaar is heel goed geweest. Kort bij titels geweest, zowel Europees wereldkampioenschap, ook Belgisch kampioenschap toch al van podiums kunnen rieken. En nu is het aan hem. Ik denk dat hij teleurgesteld zal zijn als een van die titels niet naar hem zal komen. Dus ik ben benieuwd. In het veld van het tweede jaar junior. Dan mogen ze vroeger nog over naar het tellenbeveld en naar het leerveld en winnen. Ik zei, dat weet ik niet. Mijn koers moet gereden worden, zei ik. Ik ben hem al gezien. Ik zal hem er wel alles bekend winnen. En het is te hopen dat hem na die tegenslag niet krijgt like het tweede kampioenschap. Hè? De eerste ronde platra. Want ze zijn allemaal jongen. Ja. Ik zeg, we weten het niet, zei ik. Wat hem niet plat kreeg, weet ik niet wat nog geëindigd zijn. Eerst even naar de Vlaamse snelwegen. Ja, dat is maar de grootste waas nog, hè? Wereldkampioen worden, hè? In Zurich, hè? Ja, dat is al allemaal in orde, hè? Dat is hier die zijn zaad wint op een karton. En die heeft gezegd dat we naar Zurich gaan. Ja, nee, maar we gaan naar Zurich gaan. Vanavond slaap hier voor de eerste keer. Ik ben hier nog niet zoveel geweest eigenlijk. En het gaat wel raar zijn om hier alleen één keer te wonen. We zitten meer op ons gemak nu, hè. Onze eigen thuis terug. Ik denk dat wel belangrijk is. Deze moet je geen frit? We zijn al 2 dagen aan het verhuizen. Ik zat al 3 jaar bij ons mama, dus het werd tijd, hè. Dat ik op eigen benen ga staan. Dat loslaatproces van hem vond ik toch wel intensief. Ik had daar nooit bij stilgestaan, omdat het ook sneller is gekomen dan dat eigenlijk natuurlijk is, denk ik, en onverwachter. Door alles bij elkaar. Heel snel een vriendin, heel volwassen mentaliteit, de sport, de scheiding, alles bij elkaar. Ja. Dat brengt mee dat hem echt zijn eigen leven opbouwt en zijn eigen identiteit. En dat is ook goed, hè. Ik vind dat geweldig. Maar dat is toch, ineens was dat daar zo. En dat was voor mij toch eventjes aanpassen, maar dat is nu oké. Okay. Ja, maar stoflessaus en mayonaise. Ja, ik ken ons maar. Thibaut, heb jij... Heeft er een bolet? Oh, een bestekje. Ik heb wel saus. Vandaag, we hebben bijna 100 meisjes die hebben ingeschreven. We proberen de passie te leren ontdekken van de crossfiets, de mountainbike, alle offroad disciplines. En dat is leuk. Ik vind dat we zo ook inspelen op een situatie die
ja, die toch noodzakelijk is. In eerste instantie welkom iedereen. Ik denk dat het heel veel nieuwe gezichten zijn. Het idee van iets te doen alleen voor meisjes is in het veldritseizoen echt wel beginnen rijpen. Omdat we zien dat je hebt Ellen van Looy, je hebt Sanne Kant. Maar we zien dat de onderstroom, dat er heel weinig opleiding wordt gegeven alleen voor hen. Op lange termijn gaan we daar ook jonge meisjes zien die talent ontdekken, talent ontwikkelen, passie ontdekken en uiteindelijk ook misschien straks een kampioene kunnen gaan worden. Een andere tip, dadelijk rond de middag om 12 uur. We gaan voor mij is het zelf ook wel een beetje aftasten van hoe en wat. De technische skills, maar ook de vaardigheden naar veiligheid, zeker naar handigheid, misschien naar uitrusting, naar helm. Ja, alle aspecten komen hier vandaag wel aan bod. Dat gaat niet lukken, hè? Dat gaat heel veel pijn doen. Het is de bedoeling dat je die zadel onder u schuift. Hop. Ja, goeie. En dan nu het zuur trekken, hè? Kom aan, tot boven. Hè? Hop, 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 hop. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan. Goed, dat is perfect. Kom aan, kom aan, kom aan. Niet afgeven, hè? De bocht hier niet te scherp nemen, want dan kan je blijven hangen met uw pedaal. Ja, heel goed. Goed, meid. Concentreren. Kom aan, kom aan, kom aan. En schakelen, hè. Ho! Hebben jullie hier al ooit binnen geweest? Nee. Dit is het museum of het belevingscentrum. Alle dingen die met veldrijden te maken hebben, die worden hier verteld. Wacht even, hè. Dus nu moet jij sturen, hè. En we zijn weg. Sturen, hè. Nog iemand een vraag? Hoe heb je een bouwtje gegeven? Heel vroeg mee beginnen. En altijd over iets heel laag, over een klein takje. En altijd hoger en hoger en hoger. Kun jij dan soms eten? Ja, ik eet soms frietjes. Jij ook? Tuurlijk. Dat is toch kei lekker. Mijn papa komt van het fietsen terug en die eet een half paard. Zoveel eet hij. Een half paard? Ja. Dat is geen echte vraag. Dat is een straffe. Een half paard. Vandaag verkenning van het Dwars Door het Hageland. Het is lang geleden dat we nog eens samen zijn gaan fietsen en een paar stroken verkennen voor vrijdag, dus dat is wel leuk. Die moet ook denken, wat de fuck is deze? Dat is het leukste wat er is. Ik bedoel, dat zijn voor mij heel kwaliteitsvolle momenten. Het wordt altijd moeilijker en moeilijker om ernaast te blijven of hem pijn te doen. Dat is natuurlijk minder positief dan het verhaal. Maar het is gedaagd elkaar uit. En inderdaad, ik moet ook de momenten proberen grijpen waar ik tijd heb. En dat is niet altijd als hij thuis komt van school. Het gebeurt niet alle dagen, het gebeurt soms ook niet alle weken. Maar als het dan gebeurt, dan is het wel altijd superplezant. Zalig. Je kan rechts, links nu. Je leerde wel sturen, ze man. Ja. Ik vind dat wij gewoon een heel leuke streek hebben om in te trainen. Zowel op de weg als off-road. En ik vind het super dat er daar ook een wedstrijd naar vernoemd is. En ja, het is mijn speeltuin altijd geweest gedurende mijn carrière. Die ik nu ook met andere mensen kan leren ontdekken. Samen met onze Thibaut ook. Ik slaag vaak nog weggetjes in waar dat hem van zegt, hier ben ik nog nooit geweest. Ik voel mij hier af en toe op vakantie als ik op de fiets ben. Waarom moet jij nu weer beginnen sprinten in die afdaling? We reden juist even neer. Dat mag toch? Als je er wilt afgereden, waarom moet ik gewoon zeggen? Het begint gewoon zeer te doen, hè. Je gaat voelt niks zeggen. Jongen. Niet te rap, joh. Klootzak.
Ah. Moet dat nu? Dat was maar 500 watt. Vandaag is Dwars door het Hageland, een wedstrijd in eigen streek. En het is ook voor het eerst dat we met onze ploeg hier aan deelnemen. Ik ken het parcours natuurlijk ook uit mijn broekzak. Dat is goed, je kan natuurlijk wel wat tips gaan geven aan, aan de renners die niet uit de streek zijn. Je mag er zelf ook commentaar bij geven straks voor tv. Dus wat een hele leuke dag. Ik ben eens curieus, we staan hier met een sterke ploeg aan de start. Hè. Maar dat gaat nog wel een stofvolk zijn, jongen. Mm-hmm. Ik weet ook niet of je met je auto overal mee gaat over. Dat kan dan niet. Daar hadden die fietsen van Tech. In die bossen. Dat is echt, hè. Dus je hebt auto 1. Nee, ja, dat meen ik. De Chris niet. Heeft een goed nummerje getrokken. Maar dat is wel belangrijk hier. Amai. Hè? Stuur, Michelle is even een berichtje. Welk uur ben je in de cabine? Ja. Dat is gewoon een windweg. Ah ja. Dat is gewoon een steentje. Sissi. Ja, het concept van de koers gesnapt. Ja, maar dat is ook in de zandweg. Dat is echt een steentje. Dat rijden gewoon plat, hè. Nee, het, jongen. Ik heb daar al heel de week op ontrijd. Ik ben nog niet plat gereden. Je gaat dat zien, hè. Tweede strook. Kijk, wie staat er langs de kant? Zelfs hebben we eerst een auto. Hey. Hoe heet een dak geflikt? Dat is wel een luxe, man. Zeker aan die koers hier. Chris, we hebben dat geregeld. Eerste notto. Sterk. Dat is die strook. Dat is die strook en die eerste bocht is de gevaarlijkste. Ja. En die strook... Leg niet op die grind, maar red op dat gras. Ja. Maar jongens, jullie zijn die met een ploeg die laten zien dat jullie op elk niveau mee kunt. Wat je nu aan de start hebt gestaan en dat geldt ook voor vandaag. Jullie kunt ook die koers vandaag gewoon winnen. Punt. Voor. 203 kilometer. Ja. Oeh, jongen. Ik hoop dat we eigenlijk op antenne zouden kunnen komen net voor de twee struiken in Langdorp. Otto 1, jong. Check maar wat ik moet doen. Dag kijkers, van harte welkom in de diest op de Citadel voor de vierde keer aankomstplaats van Dwars door het Hageland. Hey, Pibo. Jij maakt dat koers geslagen voor vandaag. Ja, dat is zijn huiswerk voor vandaag. Dat doet hij dan met Rob, niet? Dat is waar. Dat gaan we Rob in geen huiswerk maken. Hey, heb je gedaan met examens? Ja. En? Ik weet de uitslag nog niet. Ja, maar ja, hoe is het gegaan? Ça va wel. Maar ik kan daar echt moeilijk van uitgaan. Ik kan dat echt moeilijk zeggen. Ja. Ik zeg, ik heb al examens gehad waarvan ik denk, jongen, deze is los in de 90. En dat ik dan 50 haal of zo. En ik heb ook al gehad, amai, losgebuist en dan toch erdoor. Dus ja, ik weet het niet. Moeilijk te zeggen, maar het ging wel. Maar... Terenet bouwt op Kleppen, Hermans, Quinten Hermans, goed opgeven, Corné van Kessel. En dan zien we daar een Schuiversen. Zoals ik gezegd had, iets te fel de bocht in. Ik ben hier, Thijs, ik ben er. Thijs, wat moet je hebben? Jongen, daar verstaan we niks van, mijn man. Er zijn iemand tussen, maar die van Schimmel neemt dat gewoon. Oké. Okay. We zijn met vier mee. Ja, maar probeer het ook te schamen in deze groep terug, want dat gaat ze niet terugbreken, hè. Moet jij iets hebben? Geef eens naar bidon. Opnieuw Quinten Hermans in de aanval. Let op dat je niet heel dat gewicht van die achtervolging draagt nu, hè. Daar zitten nog grote ploegen en grotere renners bij, hè. Houd dit voor de finale, hè. Dat is de Kleppen, dat is de aanval van Nicolas Kleppen, ja. Heeft de ploegleider met dienst bij Terenet Fidea de orders gegeven? Begin nu maar wat te rommelen. Ik zit natuurlijk niet mee achter het stuur, maar... Dus Chris Wouters, hè? Ja, Chris Wouters. Pissen, mannen. Dit is een moment, hè. Mijn benen toch eens trekken. Pak eens een paar bidons misschien voor te geven. Waar steken die? In die koelbox. Laat ik die geven?
Hè? Geef er, pak er nog rap, hè. Pak jij die langs zo? Gewoon zo, hè. Ja, kom, hè. Ik had nog nooit in mijn leven een bidon aangegeven. Dus je bent erin aangepakt. Amai. Makkelijk, Hermans, sterk. Is ze de Quinten eten? De Quinten is goed, man. Precies, Jan. Maar Philipsen is heel, heel sterk. Quinten, niet te geweldig. Hè. Jij moet niet meer doen dan de rest. Bils trekt er iemand door. Bils, kijk, vol in de risico dadelijk. Weet dat hij prijs heeft op Grasbos in negatieve zin. Dus zegt hij, ik moet anticiperen. Gezien, het valt hier stil, hè? Valt stil. Het valt hier stil. Come on, Quinten. Kom op, een makker. De finale, hè, man. Van een dikke prijs rijden. Kom aan, hè. Ik denk dat de vogel gaat vliegen. Ja, ik geloof er ook in. Quinten Hermans. Ze komen te laat. Niet sterker dan Quinten Hermans. Hier nog door de bocht sleuren. Hey, Quinten, kom op. Come on, Quinten. Kom op, hè. Het is eindeloos. Ik heb het al gezegd. Het is een marteling. Er is hier het poortje onder. Hij wordt derde, ja. De Quinten. Derde. Goed, hè? Sterkste, man. Heel goed. Ja, ik denk dat vooral ook heel leuk is om ook die kant van de koers een keer mee te bekijken. Dan krijg je ook direct een ander beeld als je zelf in die wedstrijd zit met de fiets. Stof, bidonnen die moeten gevraagd worden. Het respect naar je ploegleider toe kan dat wel helpen als je zo eens mee in een auto kunt. Dus ik heb hem nu nog niet gezien na de wedstrijd, maar ik denk dat hij weer heel leuke verhalen bij heeft. Maar een tweede keer dat ik elke koers volg in de volgauto. Ja, dat is altijd wel plezant. Je ziet bonk in de wedstrijd, je kunt alles live meevolgen. En we hadden nog heel veel geluk dat we de eerste volgwagen hadden. Dus altijd heel kort op de koers gezeten. En, ja, dat is wel heel leuk. Ja, wel goed eigenlijk. Ja, maar het is goed. Kunnen maximum een minuut verleren, moesten plat draaien. De doelstellingen hier zijn gewoon iets nieuws ontdekken, denk ik. Is een keer 4 dagen achter elkaar koersen, is een keer een tijdrit doen, is een keer een ploegentijdrit doen, bijleren en vooral verbeteren richting crossseizoen toe. Als er een ontsnapping is, moet er iemand bij zijn. Zo simpel is het. Dag 2 van de Ronde van Frankrijk 2019. We hadden vanochtend misschien, omdat we geen echt zicht hadden. Het is een fantastische discipline waar je echt wel duidelijk heel veel energie wordt ingestopt. Ik denk dat hij in een tour zit, dat hij een commentaar geeft. Ik heb nog niet gehoord vandaag, maar ik denk dat het druk aan het werk is. Ik denk dat het geweldig moet zijn om een tour te rijden. Het is een hele beleving. Ik denk dat je dat met niks kunt vergelijken. Maar dat staat los van, ja, van alles natuurlijk. Ik denk dat dat wel heel plezant zou zijn, maar ik denk niet dat hij met mogelijkheden ligt. Tijdrijden. Jouw zoon is vandaag ook aan het tijdrijden, want je zei dat hij bezig is aan een kleine ronde van junioren. Waar ergens? De vierdaagse van Kontich bij de junioren. Heel leuk. Ik heb vrijdagavond nog zijn ploegentijdrit gezien. Dus het is wel leuk om het verschil te zien tussen de grote profs in de Tour de France en dan de jeugd die eigenlijk werkt aan hun capaciteiten op dat niveau. Heeft hij hier al ooit van gesproken, over de Tour? Hij heeft er nog nooit van gesproken. Misschien komt dat ooit nog wel. En ik heb hem nu ook gevraagd vanmorgen al, wat vond je nu van die tijdrit? En hij zei direct, dit is iets wat ik heel graag doe. En vaak gaat dat dan wel vervolg krijgen. Ja, dat is in orde, zo. 7 minuten en half bij, zeg. Kom aan, man! Dat is het! Kom aan, man! 3 kilometer, 11 minuten bij, zeg. Ik had een goede taart aan, zeg. Ik kan hem misschien ook onder de 15 geraken. Kom aan, man! Nog even, hè! Goed, blijft goed in een buigels. Dat is goed. 13 minuten.
Is het tasje? Ja, ja, dat is het tasje. Allee? Ai, god, verketting eraf. Miljaar! Krijgt hem erop? Nee. Godverdomme! Ja, ze ligt erop. Kom aan, man! Doe me toch! 1449. En had 115 gereden. Vlees 10 seconden mee. Naast 15. Naast 15. Ja, 15 10. 15. Ja, die had rond de 15 gereden. Ja, had eronder geweest. Ja. Zeker, ja. Doe me. Dat is echt jammer, ja. Ik denk, juist. Ja, ik was sowieso onder de 15. Sowieso. Eerst zijn we nu in de zomer naar de bergen getrokken, waar we in de winter gaan skiën. En Thibaut, zijn ogen begonnen onmiddellijk te glinsteren als we daarover spraken, want daar liggen natuurlijk heel leuke mountainbike trails waar je fantastische afdalingen kan gaan doen en dan ga je de limieten weer terug wat opzoeken. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal wel onder controle heb. Dat gebeurt soms wel op het randje, denk ik, maar echt risico's nemen dat ook wel niet. En ik sta er ook wel niet echt bij stil dat ik wel af en toe serieus zou kunnen vallen of zo. Amai, wauw. Beter gaat het niet worden. Thibaut en zijn kuren en stunten op de fiets, met een angst daaromtrent, heb ik vrijwel heel snel van me afgezet. Wel, hé. Het is goed voor de verongelukken. Ik denk daar liever niet over na, als hem dan een week met Sven in de bergen zit. Ik weet dat hem zich amuseert en allez, ik weet dat als moest er iets zijn, als Sven alles zal doen om goed voor hem te zorgen. Dus ik ben eigenlijk heel gerust. En ik vind dat fijn dat hem dat met zijn papa kan beleven, want dat is iets wat aan mij minder ligt. Ik zie mezelf fietsen, hè, en ik zou ook die risico's genomen hebben. Dus ik laat hem doen en ik laat hem zijn grenzen aftasten. En dat is part of the game. En dat kan ik als exporter wel goed loslaten. Vandaag is de eerste crosstraining in Mallorca, dus de laatste stage voor het veldritseizoen. Toch wel belangrijk. Nieuw materiaal, nieuwe fietsen, andere schoenen. Alles wordt eigenlijk getest vandaag. Voor de eerste keer toch wel aan een hele hoge intensiteit. Mannen komen nu echt in de fase dat ze in de laatste rechte lijn zijn naar het veldritseizoen. En dan wordt er echt serieus getraind. Go! Hop. Ja. Maar ik zal een rondje op kop rijden nu. We gaan ook een stuk van de ronde inkorten, hè, want 3 minuten. Mijn kijk op de ontwikkeling van Thibaut is dat hij nog elk jaar een progressie maakt. Hè. Als ik nu kijk, de eerste keer dat hij mee was, 2 jaar geleden, zat hij na een aantal dagen, want hij was heel enthousiast en hij wou ook laten zien wat hij kon. Zo was hij wel wat vermoeid. Als ik hem nu zie, ten opzichte van 2 jaar geleden, is die progressie enorm. En dat zie je ook als hij fietst. Hij is ook een beetje rijper geworden ook. Volgt ook iets beter de instructies mee op.
Als er gezegd wordt van we doen 3 rondjes bijvoorbeeld opbouwend tempo, dan kan je goed zien dat dat tempo opbouwend is. Rustig nou, hè. Mentaal heeft hij een echt hele sterke indruk gemaakt. En daar had ik een beetje angst voor, dat dat misschien moeilijk ging worden, want uiteindelijk zal hij altijd vergeleken worden met zijn papa. Hij gaat daar heel goed mee om. En dat verbaast mij enorm. En dat verbaast mij elke keer opnieuw hoe hij daarmee omgaat. Maar ik vind dat hij elk jaar vooruitgang boekt. Het zal moeten, hè. Ik bedoel, als hij prof wil worden, zal hij elk jaar die stappen moeten zetten. Maar laten we zeggen dat het er gunstig uitziet. Wat? Gewoon een meer lekker vroeger. Hè. Ik ga aan het strand liggen, denk ik. Daar rukt niemand mee. Heeft iedereen alles? Nog eens of wat? Ik ben niet ophouden, jong. Dat is toch niet te doen, hè? Allee, ja. Allee, jongens, godverdikken, hè? Toon, dat kun je toch niet maken, man? Ik zou het nog eens proberen. Hey, nou is het onder druk, hè? Hop, en aanzetten. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan! Ah! Ja, wat vind ik dan fout? Je mag iets te weinig snelheid. Het is altijd leuk als je eens een keer iets kunt wat die mannen pas later kunnen of even meer tijd voor nodig hebben om dat te doen. En ja, voor zo'n moment, daarvoor komt ook naar hier, hè, om af en toe eens te zien waar sta ik ten opzichte van die mannen. En als het dan niet op de kracht aankomt en het komt niet op conditie aan en puur op technisch vlak en op ervaring met de crossfit eigenlijk toch al, kom ik soms kort bij die mannen en dat is wel heel leuk. Dat is... Dan komt het kind in ons allemaal terug boven. Ik denk dat de crossers daar crosser voor geworden zijn. Mekaar een beetje uitdagen, nieuwe dingen uitproberen. Nou, geen excuus, hè. Ik ben ervan overtuigd dat er ook een aantal andere renners nu bij ons in de ploeg zoiets hebben van verdomme, daar moet ik toch naar kijken, kan ik daar iets van leren. Dat gaat ook bij hem zijn in andere situaties. Fuck, man. Dat is nog de zwaarste blok van heel de training. Wel de plezantste. Kom, jongens. Douchen, hersteldrank. En eten. Ik kan dat ook niet goed hebben als ik daar dan iets over vraag. Of als ik zeg, amai, Thibaut, je had beter alleen gedaan dan bijvoorbeeld ten dieren. Dat hij nuanceert alles. Okay, je moet dat niet allemaal van buiten weten. Ik zou wel zeggen... Als ik zo na de stage kwam ik soms zo van die mannen tegen op de wegkoersen. En dan zijn er toch al wel een paar die zeiden zo van... Haha, die kleine, daar hebben we het laatste nog niet van gezien. Dus die mannen zijn al wel onder de indruk van zijn, ja, van zijn skills op de fiets en ook van alles eigenlijk. Hè. Dus ja... Maar hij is op de goede weg. De spoor in dat water getrokken. Zeg, zou jij hier ooit kunnen wonen? Ja. Permanent? Ja. Ik denk dat er nooit geen moment geweest is dat ik niet dacht dat ik coureur wou worden. Vanaf dat ik mij kan inbeelden of dat vanaf dat ik kon praten, kon lopen, kon fietsen. Gewoon, ik ging sowieso zoals mijn papa worden. Daar was geen twijfel over mogelijk, denk ik. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeggen ze nog wel eens. En ik denk dat dat bij hem echt het geval is. Hij ademt, hij droomt, hij snakt naar de fiets. Wie ben ik om dat tegen te houden? Ik denk dat ik in alle opzichten hem daar heel graag in begeleid. Als papa, niet als coach, maar vooral bijstaan waar het kan. En er is niks mooier dan samen een passie te kunnen delen. Ik kan mijn job uitoefenen en ik kan hem daarbij betrekken. Anders zouden de dagen in Mallorca toch net iets langer duren dan vandaag. Ik wil wel eens zien. Zie je. Als je nu zo... Pas op, je schuift niet naar beneden, hè, man. Fuck, Kom. Dat is niet ver, hè. Kom, ja. Voordat je hier naar beneden sukkelt. De vader in mij komt boven. De vader in mij komt boven, omdat ik een steen naar beneden smijt. Hier kan ik u niet komen redden, zoon.
Kijk je Dovi-keuken, alsof hij al bij je thuis zou staan.